Buongiorno vanuit Madonna di Campiglio, Brenta Dolomite Trentino. Ja, wat is er heerlijker dan lekker buiten bezig te zijn. Ja, dat heb ik deze winter voldoende kunnen doen met mijn tourskis gelukkig. Voor zover het mogelijk was. Helaas kunnen we niet naar Nederland komen om bij de Bergsportdag bij jullie aanwezig te zijn. Maar ik neem jullie nu mee en dan ga ik iets meer vertellen over de zomer. Dus kom maar mee. Buiten vandaan neem ik jullie toch even naar binnen toe, naar de Bergsportdag in Madonna di Campiglio Dolomiti di Brenta in Trentino. Waar ligt dit gebied, voor wie het niet weet? Nou, zoals je kan zien, het ligt ten zuiden van Oostenrijk in Noord-Italië. Je moet je voorstellen, vanuit Nederland, Utrecht, ongeveer 1100 kilometer is goed aan te rijden in een dag. Vliegvelden eventueel Verona en Bergamo in Milano als je zou willen vliegen. De positie is ten westen van de Brenner autobaan. En wat leuk is te weten hier is dat je ongeveer een uur vanaf het Gardameer zit. Dus wil je nou eens een keer een mooie bergtocht combineren met het mediterrane klimaat en een ijsje aan het Gardameer? Nou ja, een uurtje rijden en dan ben je daar. Een andere leuke tip is dat je ook met de fiets vanuit het Val Rendena met de fiets richting het Gardameer kunt gaan. Een prachtige route en er is een shuttlebus die je dan weer terugbrengt naar de plek van bestemming. Nou, verder, dit gebied is al meer dan 100 jaar een toeristische trekpleister. Dus de mensen weten als geen ander hoe je hier een heerlijke vakantie kunt hebben. Je bent hier ten zuiden van de Alpen, dus je hebt veel meer zonuren. En de natuur, de prachtige omgeving is een lust voor het oog. Dus ik zou zeggen, kom hier toch eens een keertje naartoe. Wat is nou zo bijzonder? Want berggebieden zijn er meer en ook dolomieten. Hier is het bijzonder dat je hebt de Dolomiti di Brenta, de Brenta Dolomieten, aan de ene kant van het dal. En de Adamello Presenella aan de andere kant. Nou, de Brenta Dolomieten is eigenlijk een zeebodem met zeeriffen, koralen. En aan de andere kant heb je vulkanisch gebergte. Je hebt dus een steil, rotsachtig, poreus dolomietengebied. En aan de andere zijde direct een gebied met veel meer meren, sneeuw, ijs, watervallen, veel groener. Dus in die zin heb je eigenlijk twee bergwerelden in één en dat maakt het zo uniek om hier te zijn. Nou, Natuurpark Adamello Brenta, dat is eigenlijk waar het hele gebied in gelegen is. Dus Madonna di Campiglio met Pinzolo en Val Rendena liggen volledig in het Natuurpark Adamello Brenta. Ik heb wat gegevens hier genoteerd. Onder andere de bruine beer leeft hier nog. Je kunt zien hoeveel bergmeren er zijn. Maar leuk te weten is dat dit natuurpark eigenlijk een wieg is, een soort bakermat om ook naar de toekomst te kijken. Dus een ecologisch project wat hier ook loopt om te kijken van hoe moeten we met deze wereld omgaan om al dit moois ook te kunnen behouden.
Alpinisme, ja, nu komen we natuurlijk aan wat de meeste van jullie zal interesseren. Nou, het mogen duidelijk zijn, je kan hier wandelen, je kan meerdaagse huttentochten maken, je kan rotsklimmen, je kan via ferrates doen. Eigenlijk van alles is hier mogelijk. Je hebt hier de Brenta Dolomieten met de prachtige toppen rond ongeveer 3000. En bij het Adamelle Presenella gebergd heb je zelfs de top Presenella met 3558 meter. De hoogste top in Trentino. Nieuw, en dit is wel echt ja, wel iets wat ik heel graag wil vertellen, dat is La Via delle Normali. Dit is compleet nieuw. Dit is de route waarbij je eigenlijk de hele Brenta Dolomieten kunt doorkruisen, wandelend, klimmend en met de Via Ferratus. Je start in het gebied van Comano Terme en vervolgens eigenlijk alle wandelpaden volgend en de toppen die je aandoet van een route van ongeveer 6-7 dagen, kom je langs zeg maar Molveno en Andelo, langs Val Rendena, Madonna di Campiglio. Je overnacht in de hutten, er is ook een bivak voorzien. En het is zeg maar voor wie eigenlijk het alpinisme wil gaan ontdekken. Je hebt de klimstukken van ongeveer 30 graad plus, dus dat is ook te doen. En ben je hier niet zeker in, ja, dan is altijd aan te raden om met een berggids op pad te gaan. Dan heb je net even ook wat meer informatie over het gebied. Je bent wat zekerder, dus dat zou ook een tip kunnen zijn. Maar ga hier meer informatie over vragen, want dit is absoluut een unieke ervaring om hier door het bergwereld te gaan. Siamo partiti da un'idea molto semplice, che era quella di rivalorizzare dal punto di vista alpinistico le vie normali su cui sono state fatte le prime salite ai principali 3000 dei vari gruppi dolomitici trentini. L'ambizione è quella di permettere a chi si approccia o vuole uscire dall'ambito delle vie ferrate, quindi dall'escursionismo impegnativo, entrare a portare i primi passi sull'alpinismo facile. Siamo messi a risistemare dal punto di vista della chiodatura quello che c'era una volta, l'abbiamo fatto senza svilire il valore alpinistico delle salite e speriamo che possa risultare una scelta e una possibilità che apre nuove prospettive a queste montagne. Via Ferrates. De Dolomieten di Brenta staan natuurlijk bekend vanwege de Via Ferrates. Er zijn er talrijke. De meest bekende is de Via delle Bocchette. Al in de jaren 30 zijn ze begonnen om die aan te leggen. Om zo de mensen die ja, niet direct de rots willen gaan beklimmen en de hoogte ingaan. Om dan via de Via Ferrates toch van deze prachtige bergwereld hier te genieten. Het is een route van 20 kilometer, dus hij is best pittig. Maar je kunt ook vanuit andere hutten gewoon ja, delen ervan doen. Dus in die zin is het ook zeker de moeite waard om te kijken, als je hem niet helemaal wil doen, welke mogelijkheden er dan zijn. Maar het is absoluut eentje die je een keer gedaan moet hebben als je van Via Ferrates houdt. Thank you.
Nou, we hebben niet alleen de Via delle Bocchette, er zijn er nog veel meer. Onder andere het Sentiero dei Fiori, dat is een historische route vanuit de Eerste Wereldoorlog. Je moet je voorstellen dat dit was een gevechtslinie. En soldaten moesten eigenlijk door het Hooggebergte heen trekken. En die route werd daarvoor gebruikt. Dus je loopt eigenlijk over een groot stuk geschiedenis. Maar er zijn er nog meer, maar dit zijn enkele tips die ik, jullie graag wil geven. Dan natuurlijk het wandelen. Je hoeft altijd niet direct grote hoogte in te gaan en de Via Fanatis te doen. Je kunt ook gewoon een prachtige dagtocht maken of meerdaagse huttentochten. De hutten die zijn er talrijk in dit gebied. Dit is Rifugio Tuket. Een andere tip is, ga ook weer naar Brentai. Brentai is volledig gerenoveerd. Dus daar kom je die Italiaanse design tegen met de originele bouw. En dat is absoluut de moeite waard. Ga ook zeker een keer overnachten in een berghut als je dat nog nooit gedaan hebt. Een unieke ervaring, ook met kinderen die al wat meer lopen en die dat graag mee willen maken. Nou, dat zullen ze zich altijd blijven heugen. Dit zijn een aantal wandelingen die ik graag, als tip mee wil geven. Met het Namibomeer is met kleine kinderen gewoon prima te doen. Je hebt ook nog de huttentocht door de Dolomiti di Brenta. Dat is meer de wandeltocht als meerdaagse huttentocht. Die kun je zo lang maken als je zelf wil. 3 dagen, 5 dagen en je overnacht dan gewoon in de hutten. Dat kun je ook met het VVV laten organiseren. Een andere tip die ik graag geef is ook Val d'Ambiez vanuit San Lorenzo in Banale. Een prachtige route die je ook met een shuttlebus naar boven kunt gaan om dan een mooie dagtocht te maken. Als je nog eens een keer wat anders wil doen, is dat ook zeker een tip die ik mee wil geven. Met kinderen de berg in. Nou, dat kan zeker. Als ze een beetje wandelervaring hebben, kan dat al heel snel. Vergeet niet, er zijn ook altijd liften. Je kunt ook met liften direct op hoogte komen. En dat scheelt gewoon wat hoogtemeters en maakt het wat eenvoudig toegankelijk voor kinderen om ook de berg in te gaan. Zorg ook dat je bijvoorbeeld naar een bergmeer toe gaat. Of naar een waterval. Of langs een rivier wandelen. Dat helpt allemaal bij kinderen. Dan is het net wat meer om te spelen. En dan gaat dat prima. Natuurlijk ook de beloofde lunch in de hut. Dan wandelen ze gerust een heel eind mee. En je hebt hier in Val Rendena, bij Madonna di Campiglio, ook de Dolomietkaart. Die kun je aanschaffen, dan kun je gebruik maken van de liften. Je hebt onder andere gratis bezoek aan musea. Er zijn ook excursies, begeleide excursies die je dan, waar je aan deel kunt nemen. Dus ook dat is zeker een tip als je hier wat langer blijft en bijvoorbeeld met je gezin, om zo'n kaart dan aan te schaffen. Italië, dat is natuurlijk lekker eten. Dat staat gewoon in één zin direct geschreven.
Je kunt goed eten in de hutten, je kunt goed eten eigenlijk in alle lokalen die je hier tegenkomt. Maar bij Madonna di Campiglio heb je ook een aantal restaurants met een Michelinster. Dus nou, als je hier bent, ik zou zeggen, probeer dat zeker een keer uit. Maar ook het aperitiefje na een prachtige wandeling met een glas bubbels op het terras is heerlijk. Dus ja, geniet gewoon van dat sfeertje hier en het lekkere eten wat je werkelijk overal kunt doen. Voor het overnachten, ik heb al gesproken over de hutten. Je kunt in de hutten overnachten. Er zijn in Val Rendena ook campings, je hebt appartementen. Maar je hebt ook het slapen bij de boer is mogelijk, wat hartstikke leuk is. En je kunt heerlijk in hotels overnachten. Nou, mijn optie is bijvoorbeeld natuurlijk een 5-sterrenhotel waar je heerlijk laat verwennen. Maar je kunt ook allerlei andere opties vinden. Dus zeker op de website ook, kun je gewoon kijken wat bij jou past. Nou, hartelijk bedankt voor dit virtuele bezoek aan Madonna di Campiglio, Pinzole, Val Rendena bij de Brenta Dolomito in het natuurpark Adamello Brenta in Trentino. Ik hoop jullie natuurlijk hier te zien deze zomer. Voor nu, blijf gezond. Ik ben na deze presentatie online aanwezig. Als je extra informatie wilt hebben, nog vragen hebt, dan kun je met mij contact opnemen en dan kan ik met je in gesprek gaan. In ieder geval, ik wens je alvast prachtige bergtochten toe. En hopelijk zien we elkaar hier deze zomer. Arrivederci, tot ziens!